Veel vlagvertoon aan het begin van deze wedstrijd. 900 jaar de stad Utrecht, dat wordt gevierd. Alle kanten van het stadion hebben wel wat voorbereid als het gaat om vlaggen. Heerlijke temperaturen voor een lekker potje voetbal. Tussen de nummers 8 en 1 van de competitie voorafgaand aan deze 9e speelronde in de Eredivisie. En ook nog eens de 2 beste ploegen van de laatste 4 wedstrijden. Want beide ploegen verzamelden in even zoveel wedstrijden 10 punten. En zijn dus ook nog ongeslagen in die periode. Maar voor AZ geldt dat die ongeslagen status voor dit hele seizoen nog geldt. En dat willen ze hier in de Galgenwaard graag vasthouden. In de opstelling van Utrecht zien we dat Sanjan blijft staan, ondanks de terugkeer van Mike van der Hoorn en Nick Viergever. Na blessures, zij zitten op de bank. Brouwers op het middenveld, dat betekent dat Toornstra er niet bij is. Die raakte geblesseerd. De laatste wedstrijd tegen Excelsior en voorin. Met Amin Younes op de bank, een plaatsje in de basis voor het dan. Zo wisselt Frezer dus 2 maal en gaat hij weer in een 4-3-3 formatie spelen, net als in de vorige wedstrijd. Al kan dat in verschillende opzichten op het veld er ook anders uit gaan zien. En we, als we naar de opstelling van AZ kijken, zien dat daar geen wijzigingen zijn ten opzichte van het duel donderdag tegen Apollon Limassol. Dat duel dat zo moeizaam werd gewonnen met 3-2. Dus zien we nog steeds geen Carlsson. Die startte wel in de vorige eredivisiewedstrijd, die uitwedstrijd tegen Groningen. Maar is echt nog niet fit genoeg voor de volle 90 minuten. Dan maar als invaller. En dan dus Van Brederode in de basis. Het is de 3e keer in de geschiedenis van de club AZ dat ze de eerste 8 duels op rij ongeslagen zijn. Er is 1 seizoen geweest waarin ze het nog beter deden. Dat was seizoen 80-81. Toen ze de eerste 9 duels op rij allemaal wisten te winnen. Hatzidiakos. Een beetje achter Van Brederode. Kerkes. Sugawara in 1 keer. Nog een stuit in die bal. Lastig inschatten voor de Japanner. Maeda. Kleiber. Appel voor Hens. Niet gehonoreerd door de scheidsrechter die resoluut wijst naar de hoekvlag. Maar vervolgens op appel van zijn assistent toch de hand richting de stip wijst. En dus komt er een penalty voor Utrecht. Meteen was er het signaal van de assistent richting de scheidsrechter. Die in eerste instantie voor de hoekschop ging. Maar afgaat op het signaal van zijn collega. Hier lastig te zien. Ja, dit zou je toch ook als schouder kunnen bestempelen. Het is zo op het eerste oog. Zeker geen 100% penalty waar je vol voor moet gaan. Het beste beeld dat wij wel gezien hebben, krijgt Göze Büyük dus niet te zien. Dat is best opvallend. Toch besluit Göze Büyük op basis van deze beelden ook de penalty niet toe te kennen. Zelfs zonder dat beeld besluit hij toch zo op het eerste oog het juiste. En is er wel een grote kans voor Utrecht. Niet vanuit de strafschop, maar vanuit de hoekschop. En is daar het dan nog een keer. En had het zoals nog 1-0 kunnen staan. En dit is de felheid die ze graag willen zien hier in de Galgenwaard. Het tweeluik aan kansen, waarvan de laatste van Redan de beste was. Want dit leek toch eerder een voorzet. Klaasie legt hem lekker weg. Milos Kerkes. Reinders. Brederode, Odgaard. Weer Sanjan. Maar de aanval nog niet voorbij. En opnieuw de Fransman. Sugawara dan met het slotstuk van deze aanval. Een schot in de handen van Barkas. Reinders. Klaasie. Uit de lucht, dat is knap. En ook nog tussen de palen. Maar echt moeilijk was het niet voor Barkas.
Sagnan. En dan Buzebuuk die in de weg loopt voor Brouwers. Maar zegt, speel maar door. Want volgens mij had je daar niet zo heel veel last van. Reinders daardoor voor AZ van Brederode. En De Wit. Dat was een groot punt van discussie geworden als dat een doelpunt had opgeleverd. Kleiber van Brederode kan gaan schieten. Doet dat ook. En in de verre hoek is het loepzuiver raak voor AZ. De lach bij Jansen. Het feest voor de spelers van AZ. En in het bijzonder natuurlijk voor Myron van Brederode. Zijn tweede van dit seizoen. Bezorgt de Alkmaarders de voorsprong in de Galgenwaard. En zo krijgt Utrecht weer eens een tegengoal. Drie duels waarin dat niet gebeurde. Omdat de defensie dan toch, ondanks het vaak als sober bestempelde spel, dat wel verdedigend heel effectief is, nu een keer geslecht. Want wij staan bovenaan, klinkt uit de kelen van de uitsupporters. Dat is virtueel natuurlijk ook weer het geval nu met deze tussenstand. Van Dost is dan wel de volgende doelpoging van FC Utrecht. Dat is de tweede na ruim een half uur. Mahi en Ramselaar. Tijdje niet bij. Reinders. Koppel in de verre hoek. Gaat tergen langzaam naast Hatsidiakos. Iedereen in afwachting met de adem ingehouden. Gaat die bal er wel of niet in? Niets aan de hand. Kleiber kan verder. Van de streek. Redan bij de tweede paal. Is gezien door Kleiber. Die bal gaat in één keer richting de tweede paal. En zelt dan in de handen van Verhulst. Redan. Kan het ook nog niet brengen deze middag. Silla. Kleiber. En bij de tweede paal komt dan Redan. Inglijden, maar is hij er net niet op tijd bij. Van de streek. Zakre. Redan. Zit van Warmerdam en Silla die wat centimeters tekort komt. Het duel met Kerkes. Van de streek dan nog. En Zagre. Reinders. Kerkes. Barkas. Fijn in de loop. Het paasje van Reinders. Alles of niets klinkt al vanaf de Bunnikside. Maar het is AZ dat ten aanval trekt. En hier op een prachtige manier op 2-0 komt. Sugawara. Een beauty. Bij het ingaan van het laatste kwart van dit duel. Met deze heerlijke goal van Sugawara lijkt het voor Utrecht toch zo langzaamaan op niets uit te draaien. Stijf in de bovenhoek. Voorsprong verdubbeld. AZ dus op 2-0 in Utrecht. Helemaal vrij inkoppen, Beukema. Barkas vraagt zich ook af hoe dat kan. Als Beukema nog even bijkomt van zijn actie. Op volle snelheid ingelopen, Bosdoğan voorbij. En ook Dost goed naar de grond, maar de reflex is er ook. Mag dan niet de wedstrijd van Utrecht zijn. Eén moment kan genoeg zijn om de vertwijfeling toe te laten slaan bij de tegenstander. Sagnan blijft op de been. Dost, Schein.
Slechte terugspeelbal van Kerkes. Verhulst kan daar niet meer bij. Dost wel. En dan moet Silla het afmaken. Silla zoekt naar het schot. En dat schot komt er ook wel, maar de goal niet. Dan mag het de wedstrijd van Utrecht niet zijn. Maar één cadeautje, zoals deze, van Kerkes kan gewoon genoeg zijn om die wedstrijd nieuw leven in te blazen. Moet je alleen wel gebruik maken van dat cadeautje. En dat doet Utrecht hier niet. Alles lijkt goed te gaan. Tot het moment dat de bal de schoen van Silla verlaat. Schein. Warmerdam wijst. Dat is gezien. Warmerdam geeft voor. Kleiber. Rommel de Vrommel. En ook nog die bal voorgeven. En van de lijn halen. Dat lukt niet. Dan gaat hij er dus nog in. Met nog een halve minuut te spelen is het invaller Silla die dat doet. Voor de zittenblijvers dus toch nog een vorm van vreugde. Alleen lijkt het toch te laat te zijn. Geen clean sheet voor Verhulst. Dat is voor hem een extra portie stevig balen. Al komt hij daar zijn goal uit. En als hij komt, moet hij hem ook hebben. Hij komt niet eens in de buurt van de bal. Klaasie en Carson krijgen die bal niet weg. Kleiber krijgt een nieuwe goal, maar Silla wel. En dan is het na de aftrap ook meteen klaar. Dat is geen verrassing. Er kwam dus toch nog een soort van troostgoal voor FC Utrecht. Maar meer dan dat verdiende de ploeg van Fraser deze middag in de Galgenwaard simpelweg niet.